Welkom bij Club Diana. Kom verder. Nu gaan we richting bar. Zonder dames. Dus hier worden de dames aan de klanten voorgesteld. Het einde van een tijdperk. Seksclub Diana sluit na 44 jaar de deuren. De ouders van Jan Simons begonnen Sauna Diana. En samen met zijn broer zette Jan de club voort. We hebben 11 werkkamers. Dat zijn allemaal verschillende thema's, kleuren. Dit is een ronde kamer. Dit is een spiegel bovenbed. Dit is de kamer Venus. De kamer ook weer met spiegels voor en achter bed. De kamer Helena. In de loop der jaren kregen we ook de vraag, een klant met eventueel meerdere dames, vandaar het wat grotere bed. Einde aan een icoon. Ja. Ja, 44 Top. Jaar, dat is een heel leven, hè? Dus, twee generaties. Sauna Diana was een van de bekendste seksclubs van Nederland. Die bekendheid begon bij de ouders van Simons in de wielersport. Wij zijn gaan fietsen toen we jeugdwielrennen en toen we 14 jaar waren, is mijn vader de plaatselijke wielervereniging gaan sponsoren. Toen hebben ze al heel snel een dubbeldekker aangeschaft als zijnde kleedruimte. Jan Simons werd prof en reed de Tour de France 5 keer. De bus van Diana volgde hem naar alle wedstrijden. Ja, die bus was ook in de Tour. Ja. En nadat ik gestopt ben, is die dus nog in de Tour blijven rijden voor andere grote profploegen, Italiaanse profploegen. En dat effect was ook. Daardoor kwamen ook nog wel best wel klanten van verder vanuit België en over de grens die toch wel nieuwsgierig waren van, oh, wat is dat nou die sauna? In het zwembad hebben we allerlei, zoals we zeggen, speelse elementen zitten. Een bubbelbad, een massagebank. Hier kunnen de klanten en dames zich vermaken. Nog 2 weken zal het zwembad verwarmd zijn. Op 15 juli gaan de deuren definitief op slot.